installer sur la table, le dos contre la table, vous mettez la tête juste là-bas. Technogemeense beeldvorming of militair technogemeense beeldvorming. Wij houden ons enerzijds bezig natuurlijk met het onderzoek, de technische kant van het onderzoek, dus de juiste parameters instellen om de juiste zaken eigenlijk in beeld te kunnen brengen voor een goede diagnose. Maar anderzijds zijn wij ook nog de persoon eigenlijk die in aanraking komt met de patiënt en moeten wij dus ook nog ergens toevertrouwen de zorghandelingen onder de knie hebben om een goed onderzoek te kunnen uitvoeren. On fait du CT scan et on peut être amené à faire aussi des échographies. Bien suivre les instructions. 'S morgens, we hebben dus geleidende uren, dus wij kunnen tussen 7 en 8 starten. Om 8 uur beginnen de ambulante, dus de normale afspraken en ook de screening van de kandidaat militair. In de namiddag doen we andere patiënten van het hospitaal hier, of we nu hier werken of in de burgerij. Dat is weinig verschil. Okay. Pratiquement, c'est le même job, mais on peut être amené à faire différentes choses si on part en mission à l'extérieur. Bijvoorbeeld, we hebben het veldhospitaal in Libanon, waar wij ter ondersteuning eigenlijk aanwezig als mobiele medische beeldvorming-equipe. En waar wij dus eigenlijk zelfstandig de onderzoeken uitvoerden. En de beelden werden dan eigenlijk via satelliet naar België gestuurd, naar Neder-Overeenbeek, waar de radioloog dus eigenlijk zijn verslag kon opmaken. Dus je moet een grote zelfstandigheid aan de dag leggen om goede onderzoeken te kunnen uitvoeren daar. Donc les avantages pour moi ce sont l'aspect financier qui est quand même intéressant par rapport au civil. Également le fait de pouvoir partir à l'étranger et exercer notre fonction à l'étranger. Ja, je bent militair. We werken hier in een kleine équipe, wat dat ons een zekere flexibiliteit geeft qua combinatie van het werk en het gezinsleven. Anderzijds. Het loon of de verloning ligt hier net iets hoger dan in een gewoon civiel ziekenhuis, dat ook altijd goed meegenomen is. De nadelen zijn natuurlijk, er wordt meer van u verwacht dan gewoon in de burgerij. We moeten fysiek op punt blijven, dus we moeten onze sport onderhouden. Anderzijds moeten we ook tweetalig zijn om ook de Franstalige patiënten, bijvoorbeeld in mijn geval, te woord te staan en te kunnen verder helpen.